van Mesteren, 21 jaar. Ja, mijn naam is Stefan, Stefan Mul, 22 jaar. Als een idee er kwam bij deze, mijn discipline is red, ik hoop van red. Ik ben 23 jaar, ik woon in Rotterdam. Theater wilde doen. Mijn naam is Etienne, ik ben een dansdocent. Wat eigenlijk de bedoeling is, wat ik bij deze autumn school ga doen, is eigenlijk de jongeren die ik zelf eigenlijk al lesgeef in verschillende deelgemeentes, op een bepaalde manier bij elkaar brengen. Maar tegelijkertijd ben ik ook bezig met hun ontwikkeling. En dan probeer ik hun wat juiste informatie over de dans zien te geven, waar ze naar kunnen uitkijken en waar ze op moeten letten. Dus ik gooi het voornamelijk meer op ontwikkeling vanuit mijn expertise. In mijn project leer je vooral love, peace, unity en having fun. De elementen van hiphop zijn echt begrippen die erbij horen. En ik vind gewoon woorden, die zijn krachtig. Je kan iemand kwetsen, maar je kan er ook iemand de hemel mee in prijzen. Dus het ligt er maar net in. Ja, ligt er net mee hoe je ze gebruikt. En dat probeer ik door te geven, mijn visie door te geven. Precies, voor mij ligt dat nog iets specifieker als artiest. Ik wil dat deze jonge artiesten waarmee we werken, dat zij weten waar ze vandaan komen. Waar een cultuur voor staat, waar een muziek voor staat en waar ze naartoe gaan. Dus wat hun uiteindelijke doel is met muziek. Toen mij gevraagd werd om hier iets workshops te komen geven, was voor mij al heel snel duidelijk dat ik iets met theater wilde doen en eigenlijk heel graag iets wilde maken. Dus dat is ook wat ik deze week aan het doen mee aan de slag ga. Met het maken van een korte voorstelling die betrekking heeft op tot de thematiek racisme, diversiteit en discriminatie. En hoe we ons als maatschappij daartoe verhouden en hoe we dat van onze ouders hebben meegekregen of juist niet hebben meegekregen, hoe we naar anderen kijken, naar onszelf. Ik verwacht echt een opbouwende tijd, gewoon waarin je individuen ziet groeien tot een groep en zodat ze elkaar naar een hoger level gaan tillen. En dat wij gewoon weer een tool zijn om dat te bereiken. Ik hoop echt dat mag gebeuren en ik verwacht het ook. Ik verwacht het van. Ik sta echt helemaal echt ongelooflijk te springen om dit te mogen doen. Dus mijn verwachtingen zijn ook hoog in de zin van dat ik zeker weet dat het sowieso een geslaagde week wordt en dat we dat de mensen die meedoen, die gaan er helemaal voor de volle 100% voor. En die hebben er ook allemaal heel veel zin in. Dus in die zin is mijn verwachting hoog. En wat het resultaat gaat worden, dat... ik denk dat we iets heel... heel geconcentreerd in de zin... iets heel aandachtigs neergezet gaat worden. Mijn verwachtingen zijn eigenlijk dat ze, hoe zal ik dat zeggen, met goede kennis naar huis gaan. En hoe zal ik dat zeggen? Dat ze eigenlijk gewoon de koren van het kaf kunnen scheiden in de dans zien waar ze dadelijk mee te maken krijgen. Binnen de workshopweek zullen waarschijnlijk meerdere hoogtepunten komen. De eerste dag natuurlijk, wat gebeurt er, hoe is de sfeer? En ik probeer gewoon iedere dag, als het kan, het is niet altijd zo, maar mijn eigen verwachtingen te overtreffen. En dan uiteindelijk dus bij het allerhoogste hoogtepunt voor de komende week dan, vrijdag gewoon, daar werken we naartoe. Dus ik hoop dat vrijdag gewoon een dope show wordt en dat zal dan voor mij dan het hoogtepunt zijn deze week. Hoe voelen jullie je vanavond? Yes, yes, dat is al wel beter. Ik heet jullie van harte welkom bij Mixed Roots 2 Kleurrijk. Well, this week I never did theater before. We learned a bit of theater. I got to meet this guy. You know. And he was really amazing. I learned a lot. I'm really proud of what we did and I'm really excited to present it. Oh, and then over there. Game!
coming together with a lot of people that you don't know is very great. Grateful. I'm very grateful for that. And it's a great opportunity to meet new people. I'm very excited for tonight. Just hate it. Just hate it. Ja, ik nam heel veel mensen mee die ons nieuwe dingen leerden en zo. Dus ja, dat was gewoon een hele leuke ervaring. En allemaal nieuwe dingen geleerd, ja. Allemaal dingen die wij kunnen gebruiken voor popping. Ja, breakdance en zo. Ja. En dan dat van vanavond. Maar dat gaat echt spectaculair worden. Ja, ik heb echt zin. Go ahead. Make my day. Personally, I love everybody. I promise to hold you with energy. I give it to you like you never had it. Screaming, judging, jealous, making jealous. Dit is echt gewoon geweldig, dit moet echt vaker gebeuren, serieus. Ja, het was echt leuk. We hebben echt gewoon met iedereen een band opgebouwd en zo. We hebben in een week tijd, we hebben een hip-hop act voorbereid. Met z'n vieren. Uiteindelijk is het een heel energiek nummer geworden. Ik heb het echt heel leuk gehad, want in het begin zie ik al die nieuwe hoofden, om het maar zo te noemen. En ik denk van, dit gaat worden om mee samen te werken. En uiteindelijk zie ik gewoon dat wij gewoon samen zijn gegroeid, want we waren echt apart. We hebben bij elkaar gegroeid in de afgelopen tijd en dat vind ik echt heel mooi om aan terug te denken. Diversiteit, als je naar een ander kijkt. Diversiteit, of ben je arm of rijk. Diversiteit, we zijn allemaal gelijk. Diversiteit. Zieke flow. Alright. Zieke flow. Zieke flow. Hoe deze week vond gaan, het was natuurlijk heel erg hard en ik ben gewoon heel erg trots op mijn studenten of leerlingen. Ja, iedereen is best wel emotioneel en ik had nooit gedacht dat het zo zou aangrijpen. Dat is eigenlijk altijd waar ik naartoe wou werken. Helaas heeft het zo lang geduurd, maar het is er toch van gekomen. Deze week ging heel vlug voorbij. En, maar het was voor mij heel bijzonder. Omdat er zoveel, ik heb zoveel dingen geleerd van de spelers ook en niemand kende elkaar, maar het is allemaal uiteindelijk als een puzzelstukje in elkaar gevallen. Ja, om maar een... Wat vond ik van deze week? Deze week was echt tof. We hebben gewoon gezien hoe individuen gewoon allemaal de kat uit de boom keken en aan het einde van de week gewoon echt met z'n allen als een unit, als een eenheid op podium stond. Dat was echt gewoon, dat was echt heel cool.